Als hij dat niet had gedaan, dan was ik waarschijnlijk overleden in die sloot, ondanks mijn verwondingen. Want daar, het water was eigenlijk het belangrijkste wat of mij bedreigde op dat moment. Op 26 maart 2010 werd de heer Riesseel aangereden door een auto, waarna hij met zijn fiets in een ijskoude sloot belandde. Op dat moment reed er een vrachtwagen voorbij. Toen zo snel mogelijk uitgestapt, in de sloot gaan zoeken. En toen zag ik een meneer liggen met zijn hoofd naar beneden in het water. Op een gegeven moment weet ik niets meer. Want ik kan me van het ongeluk niets herinneren. Ik weet het pas weer vanaf ik zelf in het ziekenauto lag. Ter ere van zijn heldhaftige optreden kreeg de heer Mobach een bronzen medaille met getuigschrift. In de raadzaal van het Belfort in Sluis reikte burgemeester Jaap Sala de erkenning aan hem uit. Voor mij is het geen speciaal iets. Ik deed gewoon handelen. Ik denk dat iedereen dat doet. Maar in deze entourage natuurlijk. En dan om een oorkonde medaille te krijgen. Vind ik dat wel speciaal. Dat jij daar een oorkonde voor krijgt. Een bewijs van dat er toch nog mensen zijn die iets voor een ander over hebben. Want daar komt het eigenlijk op neer. De hulpverlener zoals professioneel als... Hij als persoon, dat is eigenlijk het belangrijkste van deze middag.